niks meer te horen. Jennen heet dat in Nederland. Torken scoorde 6. En daar is Torken vertrokken, de Nederlander, met de kans aan het einde goal. Vroeg in de wedstrijd, doelpunt voor Lokeren, nog geen 6 minuten gespeeld. Remco Torken, de topschutter in de tweede klasse. Dit is zijn 9e van het seizoen. Delbeke kwam iets te laat zeker. En dan de schuiver onder Erik de Koeier. En Lokeren op voorsprong. 1-0. Daar is Lokeren opnieuw met Jackie Bonen. Ekaka is vertrokken. Ekaka heeft de bal. Ekaka voorbij de doelman en dan te scherp. En dan toch Torken. Met zijn tweede van de avond. En nu denk ik dat het heel moeilijk wordt voor Moes Kroen om nog terug te komen. 3-0 na 24 minuten spelen. Opnieuw Remco Torken. Dat is dus zijn 10e van het seizoen. Vorige week scoorde hij 3 keer op Deinze. Nu dus zijn 2e. Maar het voorbereidende werk was van Ekakia. Daar is Torken. 3-0. De stand in het voordeel van Lokeren. Buitenspelbal, slecht over. Een dichtje klap, zakt die Bonen weg. Op rechts, Torken helemaal vrij in het centrum. En die laat de kans niet liggen. 0-1. In herhaling, de 14e van Remco Torken, de topschutter. In tweede. Remco Torken, ruimtje buitenspel, kan alleen doorgaan. Bonen en Schokkaart spurten weg, trekken verdedigers op zich. De ruimte is voor Torken zelf, een geplaatste bal en 3-0. 3-0 om het steeds talrijker wordende publiek te boeien. 6 minuten voor tijd mag topschutter Remco Torken het voor Kortrijk te zware vonnis vellen. De 15e van Torken, simpel in de verste hoek. Lokeren won tot nu toe al haar thuiswedstrijden met een gemiddelde van iets meer dan 3 goals per match. Als we de kwaliteit... Ook dit is Cornatheanu. Daar komt zijn voorzet. Verhoenen in de fout. Torken knalt binnen. In de 17e minuut 1-0. Als spits gekocht door de blessure van Wilhelm rechtsachter, maar wel linksvoetig. De voorzet was met rechts, Verhoenen zat verkeerd en Torken is met 16 goals topschutter in tweede. Die pakt uit met een perfecte voorzet. Remco Torken weer ongedekt en 0-1. De verdediging van Sidi Bartolomeese. Ekakia ligt klaar voor Torken. Een schitterend schot en 1-3, de 20e goal dit seizoen voor Remco Torken. Onmiddellijk na deze fase intrap van Marcel Peper. En voor doel kan Remco Torken deze keer wel goed bij de bal. 0-1. Het is al de 21e competitietreffer van de Nederlander. Aan de overkant intrap Marcel Peper. Iedereen onder of naast de bal, behalve Remco Torken. Die plaatst een 22e tegen het net. Lokeren toch snel terug op 2-1. Lokeren komt los na 12 minuten een verre uittrap van Doelman. De schrijver, Bonen verlengt tot bij Remco Torken. Nog niet veel gezien in de match, maar een bom in het doel van Deinze en het is 2-1. Remco Torken goed in de greep van ex-Lokeren speler Peter Hallaert. Maar als hij de kans heeft, blijft hij razend gevaarlijk. Een atoomschot en zijn 23e. Een intrap voor Lokeren, dat is zo goed als een hoekschop natuurlijk. Marcel Peper gaat die trappen. Ekakia kan die nog raken. Torken met de goal! Na 8 minuten spelen, Remco Torken, zijn 25e van het seizoen. Het is eigenlijk de eerste kans voor Lokeren dat wat weggedrukt werd, wat weggezet werd door Genk in het begin van de wedstrijd. Cossin mist zijn kopbal. Dan Ekakia. Die bal komt een beetje gelukkig bij Remco Torken en die vlamt die bal voorbij Gaspercic in doel. En ze staan op de banken hier in Lokeren, want de thuisploeg op voorsprong 1-0 na 8 minuten. Remco Torken opnieuw weg, weggestuurd. Remco Torken met de 3 aan de voet, jawel, het is gedaan. Remco Torken met zijn 2e van de avond. Het feest is niet achter die goal, want daar staan de 4500 supporters van Genk. Ronny Gaspercic is verslagen en het is 3-1 voor Lokeren. Remco Torken. En op 9 minuten van het einde is het afgelopen en is Lokeren de overwinnaar in deze wedstrijd. Een applausvervanging voor Remco Torken op iets meer dan 3 minuten van het einde. Koen Schokkaert komt in zijn plaats. De gevaarlijkste man op het veld, toch Remco Torken. En kijk eens hoe blij hij is. Hij weet dat het afgelopen is en dat Lokeren als winnaar uit de strijd zal komen. Marcel Peper onderschept. Marcel Peper teruggelegd en is Torken doelpunt al meteen. Vroeg in de wedstrijd, nog geen minuut gespeeld, Remco Torken. En daar staan de supporters van Lokeren.
En zij vieren al vroeg in deze partij feest. Het is nog niet gebeurd, maar Loker, ja toch. Vroeg op voorsprong en op weg naar de titel, zo mogen we het zeggen. Marcel Peper voor zijn landgenoot Remco Torken met rechts en boom. En voorbij Geert Vermeijeren in doel. Hier is hij, Remco Torken, zijn 25e doelpunt dit seizoen. Topschutter, dat is, ja, natuurlijk is dat leuk, maar daar ben ik niet hier voor gekomen. Ik ben hier gekomen voor samen met Loker naar de eerste klasse te gaan.